Een spoorwegarbeider ligt een verzakt stuk rail op. Met schoppen wordt vervolgens het grind onder de biels aangestopt om de rails een goede ligging te laten houden. Maar de spoorwegen kunnen dat werk veel sneller doen met de licht- en stopmachine. Klauwen trekken de rail omhoog tot de vereiste stand is bereikt, waarna de schoppen in werking worden gesteld die het grind onder de dwarsliggers aanstoppen. De president-directeur van de Nederlandse spoorwegen, de heer Lohman, had ook grote aandacht voor de splitkrabber. Een nieuwe machine van Duits fabrikaat die, wanneer dit noodzakelijk is, zeer snel het grind tussen de dwarsliggers weggraaft. Het vervangen van een wissel kon tot voor kort de treinenloop aanzienlijk stagneren. Volgens een in Zweden ontwikkelde methode is het thans mogelijk de voorgemonteerde wissels over hulprails naar de gewenste plaats te rijden, waarmee veel tijd bespaard wordt. De spoorwegen gaan er steeds meer toe over de houten dwarsliggers te vervangen door betonnen dwarsliggers die door metalen banden kruislings zijn gekoppeld, waardoor een grote stevigheid wordt verkregen. Uit Zweden stamt ook de werkwijze om voorgemonteerde rails met dwarsliggers en al op het ballastbed te leggen. Dit alles werd gedemonstreerd op een internationale tentoonstelling voor spoorwegtechnici op het grote emplacement bij Elst.